Nou, de kracht van deze opleiding is dat we mensen voorbereiden om goed beleid, adequaat beleid te maken op het gebied van facility management. En als ik het over beleid heb, gaat het ook over strategie. Dat is hetzelfde eigenlijk voor ons. Lange termijn nadenken over van wat is nou echt noodzakelijk voor mijn organisatie op dit gebied. Maar ook hebben we het over veiligheid en beveiliging in deze opleiding. En dan ligt het accent op beleid. De reden waarom ik deze opleiding gekozen heb is vanwege het feit dat ik als facilitair manager gezien heb dat in deze opleiding met name topics die de afgelopen jaren een toevlucht hebben genomen. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe werken, social media, veiligheid. Nou, dat zijn zaken die ook binnen ons bedrijf natuurlijk erg belangrijk worden. En deze verdiepingscursus geeft met name ons wat meer inzichten in hoe daar op langere termijn mee om te gaan. Als je de opleiding gevolgd hebt en laten we zeggen, aan de slag gaat met de kennis en ook de voorbeelden die wij aangereikt hebben, dan kun je sowieso het beleid binnen jouw eigen organisatie verbeteren. Dus dan kun je laten zien dat je professioneel bent op dit gebied. Maar je kunt ook, als je verder wil op dit vakgebied, ben je een stuk professioneler. Dus als je gaat solliciteren, heb je ook wel echt meer bagage. En dat kun je natuurlijk weer gebruiken in je sollicitatiegesprek. Dus wij hopen ook dat het je helpt om verder te komen met je carrière. Ik denk dat deze opleiding, die moet je denk als facility manager volgen. Omdat je dan gewoon vanuit meerdere invalshoeken te horen krijgt hoe je met bepaalde zaken om kunt gaan. Hoe je op langere termijn gewoon je beleid goed kunt aanscherpen. En op basis van praktijkvoorbeelden vanuit medecursisten, maar ook vanuit aangereikte stof, gewoon je voordeel kunt doen en je organisatie daar kunt professionaliseren.